Een wereldautoriteit op het gebied van de evolutionaire wapenwedloop bij weekdieren. Zo wordt Gerard Vermeij genoemd. Hij is al blind vanaf zijn derde jaar, geboren in Nederland, opgegroeid in de Verenigde Staten. En hij raakte al jong gefascineerd door schelpen. Hij was te gast in het Cultuurcafé in Boekhan van de Meer op zondag 20 maart. En Dorien Holman praat met hem in een thuiswedstrijd dus over Gerard Vermeij. U heeft een prachtig boek geschreven, dat heet Schelpen en Beschaving. En dat heeft u niet voor niets gedaan, want u bent evolutiebioloog. Maar als ik zo vrij ben, zal ik u nog een beetje introduceren. Want jazeker, ik denk dat een hoop mensen u hier in Nederland niet kennen. Ja. U bent Nederlander, althans, ja, van origine. Ik ben Nederlander nog, ja, zeker. Maar u bent verhuisd naar de Verenigde Staten toen u ongeveer 8 was. Juist. Om exact te zijn, op de dag dat u jarig bent, was toen u 8 werd, kwam u aan in Amerika, begreep ik. Ik had eigenlijk mijn verjaardag op het schip, dus op het midden van de oceaan. Oh, oké. Dus nou, tussen uw 7e en uw 8e. Nee, tussen 8e en 9. Oh, 8 en 9. Ja. Landde u in Amerika. Juist. Ja. Nou, iedereen zal daarvan op de hoogte zijn. U bent blind vanaf uw 4e jaar. En dat is ook een van de redenen geweest dat u naar Amerika gegaan bent, heb ik begrepen. Juist. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het was niet de enige reden, maar het is wel een van de redenen, juist. Ja, en waarom kozen uw ouders daarvoor? Ja, toen wij in Nederland woonden, toen moest ik naar een internaat. Dus toen was ik vaak ver van huis. Dan kon ik maar om de 2 weken naar huis. En dat maakte ons en vooral mij bijzonder ongelukkig. Dus toen we naar Amerika gingen, naar New Jersey, kon ik naar een openbare school en kon ik gewoon thuis wonen. En dat was natuurlijk veel en veel beter. Het onderwijs, moet ik zeggen, was uitstekend in Nederland. Iets minder goed in Amerika, maar de levensomstandigheden waren veel beter natuurlijk. Ja, maar u zegt natuurlijk, maar Nou ja, thuis wonen is nou eenmaal gezelliger dan in een internaat wonen. Ja, zo bedoelt u het. Ja, ja, nee, dat begrijp ik, ja. Nou, inmiddels bent u hoogleraar evolutiebiologie. Ik ben in feite hoogleraar geologie. Oké. Ik beschrijf me dus altijd als evolutionair bioloog, paleontoloog of paleobioloog. Ja. Misschien goed om dat laatste woord voor toch nog wat toe te lichten. Misschien dat niet iedereen weet wat dat is. Een paleobioloog is dus iemand die biologie in het verre geologische verleden bestudeert. Dus dat kan je ook wel een paleontoloog noemen, maar paleontologie is eigenlijk wat meer geologisch gericht. Terwijl paleobiologie eigenlijk meer biologisch gericht is. En dat ben ik dus. Oké, ja. Maar, nou, u heeft natuurlijk moeten studeren, vanzelfsprekend, maar hoe deed u dat? Want, ja, allemaal met braille natuurlijk. Ja. Braille is enorm belangrijk. Dat heb ik hier in Nederland natuurlijk geleerd. Maar toen later natuurlijk Engels, kortschrift enzovoort. En alles doe ik met braille. Dus ik lees enorm veel. Ik schrijf natuurlijk ook veel. En dat gebeurt allemaal met braille. Als ik lees, dan wordt mij voorgelezen en dan maak ik allerlei notities. Dus ik heb een enorme bibliotheek opgebouwd in braille van duizenden artikelen en boeken in allerlei talen. En aan de hand van die grote bibliotheek, die elke dag groeit, kan ik dus schrijven. En ik heb natuurlijk een flink aantal wetenschappelijke artikelen en boeken al geschreven. Dus, ja. Ja, maar was dat toen allemaal al voorhanden of is dat speciaal voor u vertaald? Nee, dus het wordt me voorgelezen uit boeken en tijdschriften, wetenschappelijke tijdschriften, die dus in zwart druk zijn. Dus er is niets oorspronkelijk of nauwelijks iets oorspronkelijks in braille. Dus ik moet dat allemaal zelf in braille zetten. Hè. Dus het is niet te geloven hoeveel materiaal ik al heb. Maar ja, er is niets in braille. Dus ik moet het allemaal hebben van mensen die mij voorlezen. Ik heb dus, mijn vrouw doet er erg veel aan, maar ik heb ook een assistente. Ik heb al een aantal assistentes gehad over de jaren en die hebben me werkelijk duizenden dingen gelezen. Sommige ontzettend saai, dus lijsten van Latijnse namen en vindplaatsen en zo. Ook veel wiskunde, dus het is allemaal nogal moeilijk voor die mensen maar, en ook voor mij soms. Maar wel enorm noodzakelijk natuurlijk. Ja, bijzonder. Ja.
Nou, dit is natuurlijk des te bijzonderder omdat het nu Boekenweek is. En het thema van de Boekenweek is curriculum vitae, geschreven portretten. Nou, u heeft natuurlijk toch wel een heel bijzonder leven. Hè? Weggegaan uit Nederland vanaf uw 8e dan. Ja. En nou, inmiddels natuurlijk wereldberoemd. En hoe is het dan om juist in deze Boekenweek hier in Nederland te zijn? Nou, in de eerste plaats vind ik het natuurlijk erg leuk, want dit is mijn eerste boek dat in de Nederlandse vertaling is verschenen. Okay. En dat vind ik natuurlijk erg leuk. Ik kom vrij geregeld in Nederland, want ik heb hier een broer wonen, die woont in Aalten. En die ik ook in het boek noem trouwens, zijn naam is Arie van mij. Ik doe hier ook veel onderzoek, in het museum bijvoorbeeld, vooral in Leiden heb ik veel gewerkt, in Naturalis. Okay. Maar ook elders. En ik heb dus ook veel collega's in Nederland. Dus ik voel me hier altijd nog vrij thuis. Ja, ja. En u spreekt nog perfect Nederlands. Ik ben trots op de taal. Ik vind het een mooie taal. En ik ben enigszins taalgevoelig. Dus ik vind het belangrijk om goed Nederlands te spreken. Ik lees het ook veel. Ja, dat is eigenlijk wel bijzonder, hè? Als beta-man om dan toch nog ook taalgevoelig te zijn. Dat hoor je niet vaak, die combinatie. Het komt wel voor, hoor. Ja, dat blijkt. Ja. Ja, ja. Nou, zoals gezegd, u heeft dit boek, en dat is dan de Nederlandse titel, Schelpen en beschaving, de evolutionaire zienswijze van Gerard Vermeij geschreven. Nou, de naam zegt het natuurlijk al, schelpen. Ook slakken heeft uw grote interesse. Hoe kwam dat of op welk moment raakte u geïnteresseerd in schelpen en slakken? Ja, nou, toen we hier nog in Nederland woonden, toen gingen we wel eens af en toe naar Scheveningen. Jammer genoeg nooit naar Noordwijk. En toen verzamelde ik al schelpen. Het was natuurlijk helemaal niet serieus toen, hoor. Maar toen wij naar Amerika gingen, had ik een lerares. En die nam nog wel eens vakantie in Florida. En die bracht dan wel eens schelpen terug, die ze in de klas zetten. En die schelpen vond ik zo mooi, vooral in vergelijking met die van de Noordzee, dat ik gelijk een enorme interesse had in die schelpen. Ze hadden zo'n rijkdom aan vormen, ook prachtige contrasten tussen de binnenkant van de schelp en de buitenkant bijvoorbeeld. Dus ik had een onmiddellijke sterke interesse. Ik zei gelijk, ik wil congoloog worden, toen zei ik wil malacoloog worden, toen zei ik wil bioloog worden en zo ging het uitbreiden in feite. Maar die interesse die stamt dus eigenlijk al van heel, jongste jaren af, maar vooral van toen ik 10 jaar oud was. Dus een kinderinteresse is het eigenlijk. Ja, ja. Ik ben een beetje nog steeds een kind eigenlijk. Ja. Maar hoe deed u dat? Ja, ik had enorm veel geluk met mijn ouders en met mijn broer. Want er was natuurlijk niets, vooral niet voor kinderen, over schelpen of over zeedieren. Dus mijn broer en ik hebben enorm veel gelezen, toen al, over de zee en over schelpen en zo. En mijn moeder, die maakte boeken in braille ook voor mij. En mijn interesse werd dus veel in acht genomen door mijn familie. Ook als wij ergens naartoe gingen, het was niet erg ver natuurlijk, maar alles dat ik kon voelen, lieten ze me voelen. Dat betekende ook rozen en bramen en zulke dingen meer. En de dingen die ik niet kon voelen, die werden mij heel nauwkeurig beschreven. En dat deden mijn ouders beide heel goed. Ze waren altijd liefhebbers van de natuur. En mijn broer deed het ook heel veel, doet hij nog steeds. Hij tekende veel voor mij in braille. Mm-hmm. Dat doet hij nog steeds trouwens. Hij maakt nog wel eens een kaart bijvoorbeeld. En mijn vader kon ook goed braille tekenen. Mijn moeder schreef veel boeken over in braille. Dus het was een fantastische familie om in op te groeien. Ja, braille tekenen, dat ken ik eigenlijk niet. Hoe gaat dat? Het is heel eenvoudig. Je neemt dus een vel papier, ja, en dat doe je dan op. Zij deden het op een stuk gaas. En je kan het ook op een stuk rubber of wat dan ook zetten. En dan neem je een pen of een potlood en je tekent wel in spiegelvorm. Ja. Want het komt aan de andere kant van het vel papier, komt er dan een relief tekening tevoorschijn. En dat deed dus. Dus het is heel technisch, heel eenvoudig. Je moet natuurlijk wel goed kunnen tekenen, maar technisch gesproken is het heel eenvoudig te doen. Ja, interessant. Maar
terug naar die schelpen. Want u zegt, nou, rond uw 10e jaar ontstond eigenlijk uw grote interesse voor schelpen en slakken. U beschrijft ook in uw boek vaak van, nou, ik zie dit of dat. Ja. En u ziet dan natuurlijk door uw vingers. Ik zie inderdaad door mijn vingers, maar ook ik besef en ik waar, ik neem allerlei dingen waar. Ook met natuurlijk gehoor, geluid. Gebruik ik mijn neus natuurlijk. Ja. Maar inderdaad, ik voel dus schelpen en planten en ja, wat dan ook. En ik gebruik altijd woorden zoals zien of kijken enzovoort. Omdat het gewoon weg eenvoudiger is. Want het is een beetje klunzig om te zeggen, ik voel dit of ik voel dat. maar inderdaad, ik gebruik mijn handen. Als ik een schelp eerst krijg, dan weet ik gelijk wat de algemene vorm is. En dan ga ik kijken met mijn vingertoppen. En dan, om de echte details te bekijken, dan gebruik ik mijn nagels. En als ik nou in een kleine mondopening van een slakkenhuis moet kijken, bijvoorbeeld, dan gebruik ik een naald of een speld. En op die manier kan ik eigenschappen nagaan die die onbereikbaar zijn voor de vingers. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, want u vertoeft ook veel in de natuur? Heel veel. We hebben ontzettend veel gereisd. Bijna alle werelddelen behalve Antarctica. Ook vele eilanden en dan hele bizarre eilanden vaak. En allerlei milieus, van tropisch regenwoud tot schorren, tot poolgebieden, overal. Maar hoe doet u dat dan? Je doet het met een assistent of assistenten. Ik heb altijd iemand bij me, trouwens dat is iets dat iedere bioloog eigenlijk dient te doen. Als ze in het veld gaan, dan moet je altijd wel eigenlijk iemand bij je hebben. Mm-hmm. En dat is bij mij dus ook zo. In de laatste paar jaar is het meestal mijn vrouw geweest, maar soms kan dat niet. Bijvoorbeeld, jaren geleden was ik op een klein eiland in Fiji. En ik was daar bij een UNESCO-groep en alle rest van de partij ging duiken. En ik duik niet, omdat ik mijn gehoor wil behouden. Ja. En dus zei ik, nou, ik zou dolgraag naar de zee, naar de kust willen, naar het strand. Naar de zee, rotskust en zo. Dus is er iemand in het dorp die me dat zou willen laten doen? En ze vonden mij een 13-jarige jongen. Die ik natuurlijk nooit had ontmoet. Maar hij deed het fantastisch. Hij begeleidde me overal naartoe. En dat was allemaal fantastisch. Ja. Dus en dat heb ik meerdere malen gedaan. Zo een assistent vinden ergens. Bijvoorbeeld in Singapore had ik ook iemand die me begeleidde en zo. En dat gaat allemaal wel heel fijn. Ja. Het is natuurlijk, er zijn altijd gevaren. En ik ben ook wel blootgesteld aan belangrijke gevaren. Geef eens een voorbeeld. Ik ben wel eens een paar keer door een stekelrog gestoken, bijvoorbeeld. Door een? Een stekelrog. Ja. En ook wel eens in de flinke branding is wel eens een grote golf over mijn hoofd gegaan. Maar en zulke gevaren, ja, je moet natuurlijk enigszins risico's nemen als je iets wil presteren. Dus dat was mijn gedachte ook. Ja. Maar goed, dan loopt u bijvoorbeeld over een kelpenstrand. Juist. Ja, u ziet het niet. Nee. En toch ziet u het, zegt u. En hoe doet u dat dan? Bukt u? Of ik ga vaak op handen en voeten. Want als het terrein zodanig oneven is, dan wil ik het liever gewoon op handen en voeten doen. Dus ik was eens een keer op een expeditie in de Aleuten, de eilanden ten westen van Alaska, waar het water enorm koud, dus daar wil je dus echt niet in vallen. En de rotsen zijn of vreselijk scherp vanwege de zeepokken, of ze zijn zodanig glibberig vanwege de zeewieren dat je er heel gauw op uit zou glijden. Dus dat was, dan moet je dus echt heel voorzichtig zijn, dus op handen en voeten gaan enzovoort. Daar had ik ook een collega bij me die veel ervaring had met zulke dingen. Dus ja. Dat is allemaal heel goed. Ik ben maar één keer in het water gevallen. Okay. En hij drie keer, moet ik zeggen. Oh, oké. Ja, dat was om u tegen te houden misschien. Nee. Ja. Hij was minder voorzichtig dan ik. Oh, oké. Okay. Maar goed, dan loopt u op handen en voeten en dan voelt u aan de schelpen, de of aan, kelpen, ja, alles, hè. Zeewieren. Ik wil dus zoveel mogelijk van dat milieu leren. Ik wil weten hoe die
weekdieren of andere dieren of andere planten, hoe die nou precies met hun milieu omgaan. Dus het is een kwestie van nauwkeurig waarnemen en verzamelen. Later notities maken natuurlijk over het een en ander. Mm-hmm. Want het is voor mij een enorm belang om goed te begrijpen wat nu de levensomstandigheden zijn, omdat ik wil weten hoe die verschillende planten en dieren zich aanpassen aan hun omstandigheden. Ja. Of hoe zij hun omstandigheden beïnvloeden. Dat is ook een heel belangrijk onderwerp. En waarom wilde u dat zo graag weten? Ja, nieuwsgierigheid. Hè. Ik heb altijd veel wetenschappelijke nieuwsgierigheid gehad sinds ik een kind ben geweest. Ik wil weten hoe de wereld in elkaar zit. En voor mij was dat natuurlijk in hoofdzaak de wereld van het leven. Ja. En bent u daar al achter? Ik hoop van wel enigszins. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd nog steeds veel onbeantwoorde vragen. belangrijke dingen die ik nog lang niet begrijp. Nee. Dus het is een levensloop die nooit eindigt in feite. Met andere woorden, dat blijft nog miljoenen en miljoenen jaren doorgaan. Ik hoop van wel, ja. Is dat ook de essentie van evolutie? Voor mij wel. Evolutie is dus eigenlijk verandering. En voor mij speelt aanpassing de hoofdrol in de evolutie van het leven. Aanpassing waaraan? Aanpassing aan de omstandigheden, dus aan de vijanden, aan de weersomstandigheden, aan je vrienden, dus aan de soorten die je mogelijk zouden kunnen helpen. Dus het is voor mij is de evolutie dus eigenlijk een soort economische uitkijk op het leven. Want elke soort, elk individu, elke groep, die heeft te maken met vraag en aanbod, met grondstoffen, met vijanden, mm-hmm. met andere economische omstandigheden die wij dus als mensen economisch zouden beschouwen, die biologen misschien ecologisch zouden noemen, maar ik zie dat allemaal datzelfde. Yes. En dus voor mij is het is evolutie dus eigenlijk biologische economie. Dat begrijp ik nog niet helemaal. Economie, dat begrijp ik. Daar hebben wij iedere dag mee te maken. Ja. Alleen biologische economie, dat moet... Planten en dieren. Wij zijn ook dieren. Hè? Ja. En wij hebben dus ook te maken met hoeveel grondstoffen zijn er. Hoeveel vraag is er naar die grondstoffen. Hoe veranderen wij de wereld? Wat zijn dus onze invloeden op ons eigen milieu? Hoe beïnvloedt het milieu ons? Nou, al diezelfde vragen die kan je stellen over planten en dieren, zowel nu als in het verre verleden. En dus dezelfde principes gelden voor zowel de natuur als voor de mens zelf. Dus wij concurreren, wij werken samen, wij handelen. Wij consumeren, wij produceren. Het zijn allemaal dezelfde processen. Alleen, ja, wij doen het allemaal sneller en we doen er meer van enzovoort. Maar het zijn in feite allemaal precies dezelfde principes. Oké, nou laten we dat eens relateren aan dat onderzoek waar u het net over had. Op die glibberige rotsen waar u op handen en voeten doorheen moest waden. En gelukkig maar één keer kopje onderging. Ja. Nee, niet, alleen maar tot mijn dij. Oh, oké. Het viel allemaal nog wel mee. Ja, 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 ja. En u heeft het overleefd tenslotte. Oh, dus. Ja, zeker. Maar goed, laten we dat onderzoek nemen wat u daar gedaan heeft. Daar heeft u iets ontdekt of op zijn minst onderzocht. Daar heeft u conclusies getrokken. En als we dat nou eens relateren aan, 2011... Oké, nou dat is niet zo moeilijk, want ik was in de Aluiten omdat ik interesse had in wat er in het Poolgebied gebeurde toen Beringstraat opende. Uh-huh. En dat is ongeveer 5 miljoen jaar geleden gebeurd. Toen ik er was, toen dacht ik dat het wat jonger was, 3,5 miljoen jaar, maar het is in feite ongeveer 5,3 miljoen jaar geleden dat de Beringstraat opende. Okay. Nou, als gevolg van die opening stroomden veel soorten tussen de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan via het Poolgebied. Het zijn dus marinesoorten. En nu wist ik toen al dat de meerderheid van de soorten die zich tussen de oceanen bewogen, dat die uit de Stille Oceaan kwam. Dus ik was benieuwd, wat zijn nu de
levensomstandigheden in een van die brongebieden, en dat was dus naar Luiten. Wat zijn nou de levensomstandigheden die daar heersen? En kunnen we dan iets zeggen over waarom zoveel meer soorten uit de Stille Oceaan naar de Atlantische Oceaan gingen dan andersom? Okay. Dus dat was de hoofdreden om daar wat onderzoek te gaan doen. En ik moet zeggen, ik had al heel veel gelezen over die eilanden en over hun marine fauna en flora. Maar als je er eenmaal bent, dan zie je toch allerlei dingen die je, nou ja, die de literatuur gewoonweg niet weergeeft, omdat je je eigen zintuigen gebruikt. En dan zie je dingen of dan ondervind je dingen die anderen misschien onbelangrijk vonden. En geldt dat dan voor u meer, omdat u niet visueel kunt zien? Nou, dat weet ik niet. Ik geloof dat iedereen wel zoiets ondervindt. Maar misschien wel. Ik vond het bijvoorbeeld zeer bijzonder dat de meeste slakkenhuizen in de Luiten zo dunschalig waren. En dat is nou iets dat mij misschien meer opviel dan andere mensen. Maar dat was een van de vele dingen die mij opviel. Het zijn allemaal dingen die anderen ook had kunnen opvallen, maar dat gebeurde eenvoudig niet. Nee. Maar goed, dus een van de ontdekkingen die u deed was dat de schelpen dunner waren? Ja, dat is een van de kleine dingen natuurlijk die ik ontdekte. Maar wat achteraf belangrijk werd, is dat de productiviteit van dat gebied erg hoog is. Wat bedoelt u met productiviteit? Productiviteit is dus grondstoffen en hoe die opgenomen kunnen worden door de dieren. Dus eigenlijk, hè. Dus hoeveel fotosynthese vindt er plaats, zowel in het plankton als op de zeebodem. Nou, een paar jaar geleden, schreef ik een kort artikel in Science met een vorige student van mij, Peter Rutenlein. En daar zeiden we het volgende. We weten dat die Poolzee ontzettend gauw opwarmt. Dat er hoe langer hoe minder ijs vormt. En wij dachten toen dat zo rond 2050 dat er zo weinig ijs zou zijn dat de situatie in dat Poolgebied meer op dat van het Plioceen zou zijn. En dat Plioceen is dus van 5 tot 3 miljoen jaar geleden ongeveer, zo'n vrij warme tijd. En het is juist tijdens het Plioceen, vrij kort nadat Beringstraat opende, dat er zoveel van die soorten migreerden van de Stille Oceaan naar de Atlantische Oceaan. Dus wij zeiden in dat stuk, het aantal soorten dat zich gaat bewegen van de Stille Oceaan naar de Atlantische Oceaan, dat gaat enorm omhoog in de komende decennia. Mm-hmm. En dat is niet alleen het gevolg van het opwarmen van het water, maar ook omdat de productiviteit in het Poolgebied zelf omhoog zal gaan. Dit dankzij de afwezigheid van ijs, of tenminste dat het ijs niet het hele jaar rond zal bestaan. Dus ik kan wel zeggen, relateerde ik aan mijn vorig onderzoek. Zo was het nou eenmaal. Maar wat heeft dat dan te betekenen voor die dikte van die schelpen? De dikte van de schelpen. Nou, het blijkt dus dat in de Aluiten, tenminste in zeer ondiep water, dan zijn er vrij weinig schelpbrekende vijanden, zoals bijvoorbeeld krabben. Die heb je dus wel weer in de Atlantische Oceaan en ook weer verder naar het zuiden in de Stille Oceaan, maar dus niet zozeer in de Aluiten. Maar daarentegen zijn de soorten die in diepe water voorkomen, zijn die weer heel erg dik. En dat komt omdat er veel zeeotters zijn en ook wel wat andere krabben, die dus niet in heel ondiep water voorkomen. En wij denken dat het milieu, in dit geval de aanwezigheid van sterke vijanden, dat die de schelpvorm en de schelpgrootte hebben beïnvloed en dat die de soorten in de Stille Oceaan een voordeel hebben gegeven als migrerende soorten. Dat samen met die hoge productiviteit maakt de populatie groter en geeft dus een groot voordeel aan de migratie en beïnvloedt dus de asymmetrie van migratie tussen die twee oceanen. Terwijl als je
Iedereen kent natuurlijk Darwin en dan hebben we het over survival of the fittest. Hmm. Dat is dan ja, even dat, de leken praat. Dat zei Darwin niet. Oké, okay. Nou, dat is een, hij wel? Jammer genoeg een gezegde van Herbert Spencer die ik zelf nooit gebruik. Oké. Okay. Ja. Maar dat is wat wij leken altijd denken. Ja, maar het survival zit in of the fittest. Kijk, we moeten niet vergeten dat het niet alleen om topconcurrenten gaat, maar het gaat ook om het voortbestaan en het voortplanten van soorten die niet erg goed kunnen concurreren, maar die toch nog bestaan. Zoals bijvoorbeeld de 15.000 soorten mos. Of de talloze bacteriën. Of brachiopoden bijvoorbeeld. Dat zijn twee kleppigen die maar zeer lage metabolisme hebben en zo. Dus die moeten we niet vergeten. Mm-hmm. En dat zijn niet de fittest, maar ze bestaan toch nog. En dus eigenlijk zegt u van nou, het heeft niet alleen iets met de genen te maken, maar blijf je miljoenen jaren bestaan of evolueer je, dan heeft dat juist ook met al die andere omstandigheden te maken. Het heeft te maken met de eigenschappen van de soort in vergelijking met waar ze wonen, waar ze leven. Voor mij is het dus van belang, wat zijn nou de eigenschappen van een organisme of van een groep organismen? Dus bijvoorbeeld fysiologie, gedrag, vorm enzovoort. En die zijn allemaal beïnvloed natuurlijk door de genen. Maar de genen zelf vind ik minder interessant dan wat zij voorstellen. En vandaar ook die economische uitkijk. Want dat betekent dus dat wij meer aandacht, of dat ik meer aandacht besteed aan nogmaals de eigenschappen van individuen en niet zozeer aan de genen zelf. Ik beschouw de genen meer als woorden of letters die uiteraard op den duur een zin of een boek kunnen voorstellen, maar die zelf eigenlijk weinig interessant zijn. En dat begrijp ik. En het bijzondere aan uw boek is dat u eigenlijk deze eigenschappen, ik zou haast zeggen wat vergroot, wat opblaast en relateert aan deze huidige tijd. Ik vroeg al net van, nou, wat heeft dat nu te maken? Ja. Wat heeft dat voor consequenties of wat zijn de gevolgen anno nu? In 2011. Want u poneert hier en daar een stelling van, nou, wat ik heb gezien in de evolutie, kan je ook relateren aan, nou, sociologisch, maatschappelijk, politiek. Ja, dus een van de dingen die mij erg een grote indruk op mij maakte, dat is dat de geschiedenis van het leven en de geschiedenis van de mens in feite dezelfde tendensen vertonen. In de geschiedenis van de mens is het allemaal veel sneller gegaan natuurlijk, maar er is bijvoorbeeld over het algemeen genomen, met kleine uitzondering dagen later, een tendens voor hogere diversiteit, hogere productiviteit, grotere macht per individu onder de topconcurrenten. Nou, diversiteit is interessant, want als wij naar de natuur kijken, dan denken we aan diversiteit als biodiversiteit. Namelijk hoeveel soorten zijn er, hoeveel soorten planten, dieren, zwammen enzovoort, hoeveel soorten zijn er. In de mens kan je dat natuurlijk niet zeggen, want we zijn één soort. Dus in plaats van soorten tellen, kan je banen of occupaties tellen. Dus ik zie een occupatie als eigenlijk een andere versie van diversiteit. Mm-hmm. Het is interessant dat, zoals ik zeg, we denken eigenlijk aan het aantal soorten in de natuur, maar voordat er veelcellige levensvormen ontstonden, was de diversiteit grotendeels biochemisch. Dus er zijn transities geweest in de vorm waarin diversiteit zich ontplooide. Dus eerst biochemisch, toen aantal soorten, nu in de menselijke economie aantal occupaties. Hoe mm-hmm. Een collega-evolutiebioloog van u die opvatting? Ik heb nog geen grote tegenspraak gehad daarover. Ik wil niet zeggen dat het niet gebeurt hoor, maar niet zozeer daarover. Waar men wel over heeft geklaagd soms, ben ik natuurlijk niet mee eens, maar er zijn wel veel evolutionair biologen die zeggen dat de willekeur en het toeval een grotere rol spelen. En dat bijvoorbeeld Stephen Gould vond dat er geen pijl in de geschiedenis zat, die ik dus wel constateer.
En dat komt, zegt hij, omdat de willekeur een hoofdrol speelt. Nu wil ik zeggen, je kan nooit precies zeggen wie een zekere eigenschap zal evolueren. Je kan ook niet zeggen precies wanneer of waar. Maar je kan wel zeggen dat op den duur een zekere eigenschap zal ontstaan. Omdat die eigenschappen zoveel voordelen hebben onder zoveel omstandigheden. Dus bijvoorbeeld intelligentie of het vormen van een skelet. Daar zitten zoveel voordelen aan onder zoveel economische, ecologische omstandigheden, dat die zullen zeker ontstaan. Waar, wanneer, hoe, wat, weten we niet precies, kunnen we niet voorspellen, maar we kunnen wel voorspellen dat het op den duur gaat gebeuren. Maar zou dat dan betekenen dat het ontstaan van de mens eigenlijk ook toeval is? En als wij nu, zoveel miljoenen jaren geleden hier hadden gezeten en dit gesprek hadden gehad en geen mens waren, dat u toen al had kunnen voorspellen dat wij zouden ontstaan? Je kan natuurlijk niet zeggen dat het een mens zal zijn, maar het zou wel zoiets als een mens geweest zijn. Er zijn bijvoorbeeld andere intelligente dieren, zoals kraaien en walvissen en natuurlijk andere apen. Dus onder andere omstandigheden zou het best mogelijk geweest zijn dat bijvoorbeeld een kraaiachtige vogel die niet meer kan vliegen de rol van de mens zou gaan spelen. Als het de mens niet geweest was. Maar? Nou, dat is dus niet gebeurd. Het is nu toevallig de mens geworden. Dus toch een beetje toeval? Oh, absoluut. Jazeker. Ja. De toeval en de willekeur spelen uiteraard een rol. Natuurlijk, want normaal, je kan dus niet voorspellen wie wat waar precies gaat doen. En dat is dus het terrein van de toeval, hè, van de willekeur. Maar als je een beetje terugkijkt, dan zie je dat op den duur zal het ergens in een of andere evolutionaire tak toch wel ontstaan. Nou kennen we natuurlijk allemaal de dinosaurussen. Nou, die zijn op een gegeven moment uitgestorven. Juist. Door in dit geval externe omstandigheden. Juist, absoluut. Zou dat betekenen dat de mens ook gaat uitsterven door externe omstandigheden? Nou, het is heel interessant. Ik heb net een artikel gepubliceerd met mijn vriend en collega Egbert Lee. Waarin wij stellen dat het is natuurlijk altijd mogelijk dat ook de mens problemen gaat krijgen met externe omstandigheden. Zoals komeet bijvoorbeeld of wat dan ook. Of een grote tsunami kan je wel zeggen. Ja, maar precies. Wij denken dat een veel groter gevaar voor de mens eigenlijk intern is. Dus er zijn, en dat zijn weer economische problemen, zoals bijvoorbeeld financiële onstabiliteit. Maar ook bijvoorbeeld wat wij tragedies of the commons noemen, of ook al monopolies. De mens zelf is dus een monopolie. Wij beheersen de aarde totaal. Mm-hmm. En het probleem van een monopolie, iedere econoom is wel bekend met het probleem van een monopolie. Maar een van de dingen die zij dus niet zozeer beseffen is dat als wij als mens een grote fout maken, dan is er niemand of niets die fout kan corrigeren. En dat is een van de grote gevaren van een monopolie. Mm-hmm. Nou, omdat wij zoveel grondstoffen gebruiken, meer dan dat productie kan herstellen, dat doen we al sinds 1980 ongeveer, dat is een groot gevaar voor ons, een intern gevaar. En wij geloven dus dat een groot probleem is. Ik wil niet zeggen dat de mens helemaal gaat uitsterven, dat lijkt me eigenlijk onwaarschijnlijk, maar desalniettemin zijn we toch wel geraakt in een stadium van groot gevaar dat wij zelf veroorzaken. Ja, en wat er nu gebeurd is in Japan, zou dat dan een van die kenmerken zijn dat we... Nou, het is natuurlijk, het is natuurlijk een verschrikkelijk verlies van het leven en zo, maar toch, als je dat bekijkt over de hele bevolking, is er maar een heel erg klein aantal. Ja. En tsunamis, ze zijn natuurlijk vreselijk schadelijk en zo, maar Ik denk dat als je nou echt een globale crisis moet hebben van buiten, dan moet je toch wel denken aan een asteroïde of een komeet of zoiets dergelijks die
een krater van 300 kilometer doorsnede maakt, zoals dat gebeurde bij Chicxulub in Yucatan in Eindkrijt. En toch, u bent het eigenlijk best heel kritisch op de mens en de samenlevingen, want u zegt zelf net, ja, wellicht dat het bijna implodeert in plaats van dat het van buiten afkomt. En daar bent u wel uniek in, dat u die stelling durft te nemen. Ja, de meeste mensen die uiten zich meer optimistisch dan ik. En ik geloof dat dat eigenlijk haast de rigueur is. Maar ik ben jammer genoeg niet erg optimistisch wat dat betreft. Want het is namelijk zo dat topconcurrenten die in de geschiedenis van het leven, dus dan spreken we over andere zoogdieren bijvoorbeeld, of dinosauriërs of wat dan ook, die geven hun posities niet op. Tenminste niet vrijwillig. En dat doen wij natuurlijk ook niet. Nee. Maar dat betekent dus dat alhoewel het voor ons collectief gesproken heel goed zou zijn als wij minder aandacht hechten of minder waarde hechten aan consumeren, dat zou natuurlijk heel goed zijn. Ik denk niet dat dat gebeurt, want dat doen wij dus niet vrijwillig. Dus het zal ons opgelegd worden op een of andere manier, denk ik. Maar dat zou eigenlijk voor het voortbestaan van de soort als zodanig wel beter zijn. Het zou natuurlijk beter zijn. Maar om dat te bereiken, daar moeten we natuurlijk beslissingen maken. Zodat wij vrijwillig wat opgeven. En dat lijkt mij, wat de geschiedenis betreft, wat de evolutionaire geschiedenis betreft, onwaarschijnlijk. Ja, want de geschiedenis heeft aangetoond dat niemand dat vrijwillig deed. Precies, dat niemand of geen enkele soort eerdere levensvorm die topconcurrent was, zoals wij nu zijn, dat heeft gedaan. Ja. Ja, dat klinkt inderdaad niet heel optimistisch. Nee, maar dat wil toch niet zeggen dat het niet kan. Het is altijd mogelijk dat er een internationale overeenkomst tot stand komt, waarbij zoiets wel kan gebeuren. Dat lijkt onwaarschijnlijk, maar het is in principe wel mogelijk. Ja. Maar zou u dan niet vaker ingehuurd moeten worden als adviseur van onze grote politieke... Nou, ik denk van niet hoor. Ik zie me nog niet in Davos bijvoorbeeld. Nee. Ja, het zou misschien toch goed zijn. Ja. Misschien wel, maar ik zie het niet komen hoor. Ja. Want u heeft over met name dit aspect ook wel een mooi stuk. Het hele boek staat vol prachtige stukken. Maar hier zegt u iets heel expliciets over. Ja, we hebben helaas geen Braille-boek. Nee, ik nog niet. Dus nee. Nog niet in het Braille verschenen. Wel in het Engelse Braille, maar dat is ook, heb ik pas voor de wegging ontvangen. En ik heb de Nederlandse versie nog niet gezien. Dus. Nou, wie weet. De uitgever is er, geloof ik, ook. Ja, dus, maar ik heb het ook. Er is een instelling in Nederland dat heet het Loket Aangepast Lezen, waar ik ook lid van ben. En ik heb hen gevraagd het boek zowel in Braille-vorm als in gesproken vorm over te zetten. En dat doen ze, geloof ik, ook. Ik hoop het van wel in elk geval. Ja, nou, dat zou mooi zijn. Ja. Nou, omdat u niet kunt voorlezen, hebben we afgesproken dat ik een stukje voorlees. Dan krijgt u ook een beetje een idee hoe het boek geschreven is. Want wie van u heeft het al gelezen? Een stukje. Nou, kijk. Een paar. Ja. Oh, helemaal. Oh, oké. Nog niet helemaal uitgelezen. Kom maar. Niet de hele zaterdagavond gebruikt. Nee. En vanmorgen was het te mooi weer. Ja, zo is het, ja. Je hebt het gelezen. Oké, nou mooi. Nou, ik ga een paar pagina's voor u voorlezen. Als de hele wetenschappelijke onderneming zo succesvol is en de gemeenschap in het algemeen zoveel voordelen biedt, hoe komt het dan dat wereldopvattingen op basis van leerstellingen die zonder enig argument aanvaard moeten worden in de loop van de menselijke geschiedenis, eveneens zo succesvol waren? Of, in termen van aanpassing, hoe kunnen zulke leerstellingen, die vaak totaal onverenigbaar zijn met de feiten en wetenschappelijke theorieën, worden verklaard als aanpassingen of hypothesen over de menselijke leefomgeving? Kortom, hoe passen irrationaliteit en kennis per decreet, die zich niet laten verenigen met het adaptieve proces dat bij zowel evolutie als wetenschap centraal staat, in een verklarend raamwerk dat is gebaseerd op evolutionaire principes in een eindigende wereld? De oplossing voor deze paradox vinden we in onze eigen sociale aard en in de manier waarop mensen een groepsidentiteit verwerven. Overal in de dierenwereld hebben groepen aanzienlijke voordelen boven individuen. Groepen concurreren efficiënter om de beschikbare hulpbronnen
bieden een betere verdediging tegen roofdieren en kunnen meerdere essentiële taken gelijktijdig uitvoeren. Groepen werken alleen goed als ze bijeen worden gehouden door een gemeenschappelijke band die het individuele belang overstijgt. In insectengemeenschappen, zoals die van mieren en termieten, zijn alle individuen nauw met elkaar verwant, zodat er weinig conflict bestaat tussen het individuele en het gemeenschappelijke belang. Individuen in menselijke groepen zijn echter genetisch verschillend. Bij onze soort moet de cohesie in een groep zodoende gebaseerd zijn op gemeenschappelijke geloofsovertuigingen, regels en gebruiken. Het culturele fundament van menselijke groepsvorming uit zich in ideeën over groepstrouw, die zich manifesteren als religie, nationalisme, teamgeest enzovoorts. Deze ideeën, die voor het individu vaak aanzienlijke kosten met zich meebrengen, zijn zeer effectieve sociale aanpassingen. Zeker wanneer ze stevig door de groepsleiders in stand worden gehouden. We hebben autoriteiten nodig om afvalligen bij de les te houden en ervoor te zorgen dat de principes die de groep bijeenhouden niet verwateren. Gedeelde mythologieën, of die nu gebaseerd zijn op goden, charismatische leiders, geromantiseerde en verheerlijkte verhalen over het verleden, of een stabiele kern van seculiere wetten, vormen effectieve hypothesen voor de menselijke sociale omgeving, omdat ze mensen met verschillende achtergronden en belangen samenbrengen. Zelfs als deze culturele tradities met wetenschappelijk verworven kennis in tegenspraak zijn. Het criterium voor hun succes is niet hoe goed ze de objectieve empirische waarheid benaderen, maar hoe goed ze een stabiele groep met andere groepen laten concurreren. De paradox van de naast elkaar bestaande rationele en irrationele manier van denken verdwijnt als we het criterium voor succes van adaptieve hypothese in ogenschouw nemen. Ik moet zeggen dat de vertaling uitstekend is. De vertaler heet Mark van Nieuwstad en ik moet zeggen, hij heeft het heel erg fantastisch gedaan. Ik kan niet anders dan onderschrijven. Ja, dat klopt. Maar als we dit nu, want nou, u zegt daar een hoop. Er is op dit moment enorm veel gaande in deze wereld. Kijk naar het Midden-Oosten. Vanmorgen las ik op Twitter dat Syrië nu ook begint. Als we dat dan relateren aan uw theorie, hoe voorspelt u dan wat er nu gebeurt in deze wereld? Ja, details kan ik natuurlijk niet voorspellen. En dat kon niemand. Want wie zou gedacht hebben een jaar geleden dat Libië zo in het nieuws zou zijn, dat, of Egypte of Tunesië of wat dan ook, dat is natuurlijk onmogelijk. Wat echter op lange termijn wel te zeggen is, is dat wij, omdat wij zo'n overbevolking hebben en op den duur zal er een tekort komen aan natuurgrondstoffen, we zullen veel conflicten hebben. En omdat het dan nog weer belangrijker is om groepen te vormen en zeer coherente groepen, zullen verschillende ideologieën des te belangrijker worden, denk ik. Ja, ja. En dat is natuurlijk niet zo gunstig, maar ik zie het niet anders. Maar nog even terug aan het begin van ons gesprek, dat u het had over migratie. Eigenlijk zegt u, migratie is juist heel goed voor de soort. Het kan heel goed, het kan op lange termijn is het niet alleen heel goed, maar het kan heel essentieel zijn, bijvoorbeeld vooral na uitstervingen, want dan moeten de ecosystemen die helemaal geteisterd zijn, die moeten weer opgebouwd worden. En dat gebeurt ten dele omdat soorten uit verschillende veilige zones gaan migreren naar de geteisterde gebieden. Dus in feite, invasie is dan op lange termijn weer, hoor, niet zozeer op korte termijn, maar op lange termijn van groot belang. Ja. Ja. Ja, dat zou haast betekenen dat wij als mens wel heel kortzichtig zijn. Ja, maar dat is heel moeilijk. Dat kan haast niet anders. Andere soorten zijn ook heel kortzichtig. Ja. Dat is een van de karakteristieken van natuurlijke selectie. Je kan niet echt in de toekomst kijken. Je kan alleen maar zeggen, wij kunnen het verleden gebruiken als iets dat voorspelbaar is. En dan hopen we maar dat de toekomst ook zo'n beetje hetzelfde zal zijn. En dat is natuurlijk niet altijd zo. Nee, dat heeft het verleden bewezen. Precies. Natuurlijk. Ja. Ik denk zomaar dat een van u ook een vraag heeft. Dus ik kijk eens even om mij heen.
De heren die al wat gelezen hebben. Ja. Ik zal de vraag herhalen. Okay. Ja, het verschil tussen adaptie en evolutie. Is adaptie een onderdeel van evolutie? Wat is het verschil tussen adaptie en evolutie? Of is even dat in de eerste plaats is het adaptatie, niet adaptie. Ja, zelfs in Amerika zeggen ze altijd adaption. En dat, ik zeg, nee, het is adaptation. Hier spreekt de taalgevoelige man natuurlijk ook. Ja. Het verschil. Evolutie is natuurlijk gewoon verandering. En dat kan verandering zijn dat niets te maken heeft met aanpassen. Aanpassen of adaptatie. Aanpassing of adaptatie is dus het ontstaan van een functionele eenigheid tussen vorm en gedrag en fysiologie aan de ene kant en omstandigheden aan de andere kant. Nou, in mijn visie zie ik aanpassing als een van de hoofdkenmerken van de evolutie zoals die in feite is geschied. Maar dat is in het kort het verschil. Het kan. En het is natuurlijk zo dat bijvoorbeeld op genetisch vlak zie je vaak een verandering in bijvoorbeeld de derde positie van een geen dat helemaal geen functionele consequentie heeft. En dat is dus een verandering die niets te maken heeft met aanpassing. Dat gebeurt natuurlijk wel om de haverklap. Maar ik zou zeggen, als je de evolutie echt wil begrijpen, echt wil verklaren, dan moet je wel denken in adaptieve termen. En ik moet zeggen dat dit voor mij, er zijn anderen geweest en vooral, dit begon vooral met Steve Gould en Richard Lewontin, die schreven in 1979 een zeer invloedrijk stuk, waarin ze zeiden, nou, aanpassing is echt niet belangrijk. En toen werd het echt de rigueur om aanpassing maar, om daaraan te gaan twijfelen. Dat vind ik een bijzonder schadelijke zienswijze, maar wel een zeer sterke, zeer populaire zienswijze. En dat vind ik helemaal fout. Maar betekent dat, terugkomend op jouw vraag, dat u een beweging bent begonnen samen met collega's als tegenhang? Was het maar zo. ik hoop natuurlijk altijd van wel. En er zijn natuurlijk vrienden en collega's die even zo erover denken. Maar er is nog steeds veel tegenstand. Ja. Kan het zo zijn dat voor u de aanpassing makkelijker is omdat u persoonlijk aangepast leeft en dat nu als meerwaarde en toevoeging ziet? Ik herhaal even de vraag. De vraag van mevrouw is, is de aanpassing voor u, de theorie die u nu heeft neergelegd, geldt dat voor u meer omdat u zichzelf ook zo heeft moeten aanpassen? Ik vind dat een zeer interessante vraag. Nee, en ik denk dat het antwoord ja zou luiden. Want inderdaad voel ik ook wel aan dat ik me natuurlijk aan allerlei omstandigheden heb moeten aanpassen. En dat geldt dus vanaf mijn jongste jaren, hè, kan je wel zeggen. Maar daarboven komt ook wel een echte interesse in vorm. En wat die vorm nou betekent. Maar ik geloof echt dat het antwoord op uw vraag ja is. Dat misschien andere mensen die misschien minder problemen hebben gehad met zelf aanpassen, dat die niet zo gauw aan zulke dingen zou denken. Dat is heel goed mogelijk. Dus ondanks dat het niet zo optimistisch lijkt, is de aanpassing toch meerwaarde en toevoeging? Absoluut, ja. U beweert, en terecht geloof ik, dat het aanpassen zelf is in feite een soort optimisme. En daar ben ik het ook mee eens. Want ja, zonder aanpassen, dan sta je natuurlijk de dood of de uitsterving te wachten. Dat is in feite een van de geheimen van het leven. Het leven heeft voortgeduurd, 3,5 miljard jaar voortgeduurd, vanwege aanpassing. Elke generatie van voor 3,5 miljoen jaar is gekenmerkt door succes. Dat is een feit en dus het is niet
Het is geen, het is niet verbazend dat al die levende wezens nu en in het verleden goed aangepast zijn. Dank u. Ik ben benieuwd naar een hele andere vraag. Wat is uw broer Arie eigenlijk gaan doen? Wat is mijn broer Arie aan het gaan doen? Hij had weinig intellectuele interesse in de wetenschap. Dus hij heeft verschillende banen gehad, maar hij zijn laatste baan, hij is nu met pensioen. Hij werkte voor ING, voor de bank. En hij was een trainer voor computers en hij reisde de hele wereld rond om cursussen te geven over computers. Dus zijn interesse in de aardrijkskunde die hij en mij, en ik deel met hem, die heeft hij volvuldig kunnen uitleven. Interesse voor reizen? Want we hebben beide een enorm interesse in reizen en aardrijkskunde in vreemde landen gehad. En we hebben het beide op onze eigen manier kunnen uitleven. Ja, bijzonder. Ja. Ik kijk toch nog eens even achterom. Voor hier iemand ademhalen. Willem. Heeft u aanwijzingen op basis van het vele onderzoek wat u gedaan heeft, dat er ook opvolging is voor het zoogdier mens? Is er opvolging voor de mens indien wij onze positie gaan verliezen? Je kan natuurlijk, zoals ik zeg, de willekeur zegt dat je natuurlijk nooit goed kan voorspellen uit welke groep zo'n opvolger zou komen. Er zijn wel mogelijkheden. Ik zei al eerder, als er nou een kraaiachtige vogel zou ontstaan die niet meer kan vliegen, die dus de vleugels voor iets anders kan gebruiken, dan zou dat een goede kandidaat zijn. Evenzo zouden dus, als de verschillende apen nog blijven voortbestaan, dat is helemaal de vraag natuurlijk, maar als dat zo is, dan zouden zij natuurlijk ook mogelijk te kunnen doen. Maar het kan ook zijn dat er weer iets, een hele andere groep, laten we zeggen, uit de knaagdieren of zo. Je weet maar nooit. Bijvoorbeeld, wie zou het ooit geweten hebben dat er in Zuid-Amerika tijdens het Miocene een knaagdier van 700 kilo bestond. Dus alle dingen zijn mogelijk. Je kan het eenvoudig niet voorspellen. Iemand nog? Ik heb ook nog een vraag, maar dat is geen theorievraag, het is een voelvraag. Nou. Ik weet niet of dat interessant is voor de mensen hieromheen. Ik heb 3 prachtige schelpen meegenomen. En die lagen op 6 december lagen die op mijn tafel, op mijn tuintafel. Heel nieuwsgierig van wie ze zijn, maar dat is achterwege. Maar die schelpen zijn mooi en ze gaan veranderen. Dus misschien mag ik ze laten voelen? Ja. Dat lijkt me een heel goed idee. Sure. Aha, oké. Okay. Nou, ik weet niet precies wat het zijn, maar als ik mag raden, dan denk ik dat het ontzettend dikke individuen zijn van een Saxidomus uit de Westkust, denk ik. Maar daar wil ik niet zeker van zijn. Ik zie, jammer genoeg zijn ze, ja, deze passen wel bij elkaar, geloof ik. En ik zie dat ze gapen en vandaar dat ik denk dat het een Saxidomus is. Wat bedoelt u met gapen? Sorry. Ze hebben dus een als de kleppen sluiten, dan sluiten ze niet helemaal. Dus dan blijft hier een gat open. Okay. En daar komen de sifonen uit, dus die buizen waarbij het water in en uitgenomen worden door het dier. Dat zijn een soort ademhalings... Vreten ook. Hè. Dan nemen ze het water met plankton erin en dan scheiden ze dat weer af, uit. Ja, ja, ja. Tenminste, dat vermoed ik. Zo lijkt het mij. Maar ik wil er niet helemaal zeker van zijn. Weet u wat voor schelpen het zijn? Nou, het zelf ook niet. Het was 5 december, was natuurlijk Sinterklaas. Ja. En ik zette op 6 december een hartje in de sneeuw bij mijn voordeur. De volgende dag zat er een hartje in de sneeuw op mijn voorruit van mijn auto, want ik ging lopen met de hond. Ja. Ik denk, dat was mijn zoon, maar die had toen geen goede bui, dus dat deed hij niet. Die was te mokken, dus dat moet ook. En toen waren die schelpen op de tafel nu op dezelfde dag. Nu zie ik eigenlijk ook, als ik even naar de... Ja, ik blijf toch bij die Saxidomus, denk ik. Nee, ik geloof niet dat het de Noordkomp is. Denk ik niet, hoor. Want die zijn ronder. Die zijn ronder. En die gapen ook niet.
Sorry, dat is waarschijnlijk het verkeerde woord, maar... Nee, is het goede woord, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. En zo onderzoekt u dan ook schelpen, slakken... Ja, kijk, slakken, dus nogmaals, ik neem zo'n schelp, ik zie gelijk, ja, natuurlijk een tweekleppige, maar ik zie gelijk dat die dingen gapen, dat zie ik dus hieraan, een beetje een bocht, hè, een sinus zit erin. Dan kijk ik naar het slot, dus... Dan kijk ik, nou ja, dat is een of ander veneroïde, dat weet ik dus wel gelijk. En ik zie dat ze zei dat ze zogenaamde laterale tanden heeft, dus dat betekent wel een of andere groep binnen de veneridae, denk ik. En dan zie ik de grote, enorm grote spierindruksels hier. Ja. En dan zie ik ook dat ze een gladde rand hebben, dat die kan je dus met je nagel heel gauw, alhoewel de schelpen verweerd zijn en ongetwijfeld van de dood verzameld zijn, zie ik toch wel dat ze geen gekartelde rand hebben. En dus ze hebben alleen maar groeilijnen, dus ook geen radiale sculptuur. Dus aan de hand van zulke details, dan zeg je, nou ja, dat, van wat ik ervan af weet, lijkt mij dit op een Sarctidomus giganteus. Oké, okay. Nou, dank u wel. Maar hoe doet u dat dan met levende dieren? Want dan zit er nog een beest in. Ja, maar dan, ja, dat is zo. Maar dan verzamel ik ze en ja. Soms kan je dat direct zien en anders dan zie ik alleen de schelp natuurlijk. En dan, ja. Maar ja, dat doen we allemaal, niet waar? Dan, als wij museummensen hebben, dan moet je dus ook alle kenmerken bekijken die voorhanden zijn. Ja. En is dat dan ook wel eens misgegaan? Bijvoorbeeld bij kreeften of krabben? Oh, en voor mij ook. Ik bedoel, ik maak fouten natuurlijk. Hè. En wat betekent dat dan, die fout? Dat ik ze misdetermineer. Determinatiefout is. Oh, oké. Okay. Ja, ik vraag meer van, heeft u wel eens een krap aan uw vingers gehad? Oh, absoluut. Jazeker. Ja, nou en of. Ik heb vaak een... Het komt me wel eens voor dat bijvoorbeeld een krap... die gebruikt een schaar en die bijt dan mijn duim. En dan denk ik, auw, en dan is de krap al lang weg... maar de schaar blijft in mijn duim hangen. Dus, We gaan afronden. Dat uur is omgevlogen wat mij betreft. Mocht iemand nog een vraag hebben, dan kan het nog nu. Iets over kleur. Heeft u een kleurherinnering? Jazeker, een hele duidelijke kleurherinnering. Ik werd eigenlijk blind, totaal blind, omdat mijn ogen zijn verwijderd, toen ik 3 jaar oud was. Dus voor die tijd... herinner ik me nog heel erg duidelijke kleuren. Ik hield in het bijzonder van oranje. De chirurg die mij behandelde, waarvoor wij de grootste waardering hebben, moet ik zeggen, dat was dezelfde professor Weven die ook prinses Marijke, nu Christina, behandelde, die voor dezelfde redenen blind werd als ik. Namelijk, onze moeders hadden een rode hond. Hartelijk dank. Het was zeer interessant en heel fijn om u hier gehad te hebben. Dank u wel. Dank u wel.